dan zie je dat grote multinationals wel miljarden krijgen. En de MKB, daar wordt weer beknabbeld op iedere euro. Dus wat wij nu ontwikkeld hebben is Fit20 MKB. We gaan op camera maar eens bijpraten. Lijkt me leuk, Walter Vendel. Hoe is het met je? Ja, wij hebben net de meest bizarre maanden als ondernemer die ik heb meegemaakt eigenlijk, Connie. Met natuurlijk de lockdown. Ja. En die raakte ons hard, omdat... je had 15 maart, meen ik, die persconferentie voor Rutte. En het was gewoon alsof het killer virus de halve wereld ging uitwipen. Dus wij namen onze verantwoordelijkheid. Dus alle studio's dicht. Ja. En nu kun je terugkijken. Je denkt, nou, misschien was het in bepaalde opzichten, ondanks dat het natuurlijk dramatisch was voor een aantal mensen, toch een beetje een storm in een glas water. Als je echt kijkt naar alle data, dan is het gelukkig niet zo erg geworden als we dachten. Ja, daar wil ik zo meteen wil ik je mening daar verder even over weten. Even ter introductie voor die mensen die zeggen, hey, Fit20, leg eens uit. Ja, Fit20 is eigenlijk een heel uniek programma om je fitheid en gezondheid in 20 minuten per week te verhogen. Zonder zweet? Zonder zweten, zonder douchen, zonder omkleden. Voor dames, de make-up blijft mooi, je hoeft je haar niet te veranderen. Alles makkelijk en convenient en toch resultaat. Dus het klinkt natuurlijk too good to be true, beetje telcelgehalte, maar het werkt. Alleen, dat blijkt wel, want hoe lang zijn jullie nu bezig? 10 jaar. 10 jaar, en hoeveel vestigingen heb je inmiddels? In Nederland 130. Oh. En we waren afgelopen jaar de snelst groeiende op autonome groei franchiseformule van Nederland. Geweldig, geweldig. Want voor de duidelijkheid, hoe ziet het bedrijf, als ondernemer, bedrijfseconomisch eruit, de structuur? Ja, wij zijn een franchise-organisatie, dus ik ben de oprichter daarvan. En franchising is gebaseerd op natuurlijk lokaal franchise-nemers zoeken die studio's exploiteren. Mm-hmm. Dus wij hebben zelf de groep, waar alle innovatie en strategie in plaatsvindt. In Hattem zit het, vlakbij Zwolle. Ja. En door het hele land hebben we dan franchisepunten in Nederland voor zowel in-company bij grote organisaties als publieke studio's voor gewoon particuliere en ZZP en MKB klanten. Ja. En dan hebben we ook nog internationale tak sinds 4 jaar. Dus we zijn nu in 9 landen totaal actief. Oké. En dan is het half maart. En zometeen je visie op een beetje wat er nu allemaal gebeurt. Maar wat gebeurde er met het bedrijf vanaf half maart? Moest alles dicht? Ja, eigenlijk besloten wij zelf van wij gaan dicht. Want ook de horeca moest toen dicht. Die kreeg een half uur geloof ik tijd om te sluiten. Ja. Toen dachten wij ook van het hele land stond stijf van de angst en paniek toch wel. Dit is een soort once in a century event. Mm-hmm. Dus wij dachten, wij moeten gewoon onze verantwoordelijkheid nemen. Dus wij sluiten al onze studio's in Nederland. En dat is natuurlijk iets wat ik nooit heb meegemaakt in mijn hele bestaan. Want als ondernemer wil je maar één ding, dat is openen en groeien. Ja. En nu kies je ervoor om gewoon je hele bedrijf letterlijk stil te zetten. Ja. Dus dat is iets, een computatie die je niet kan bedenken. Nee, en een heleboel bedrijven moeten dat ook vooral niet te lang doen. Hoe zit dat bij jullie? Hebben jullie lidmaatschappen die doorlopen? Wat betekent het financieel, zeg maar? Ja, financieel is het rampzalig. Dus je maakt echt een hele zware klap. Wij hebben wel onze klanten gevraagd om een 50% regeling. Dus dat ze nog een deel van hun abonnement blijven betalen. En een compensatie op het moment dat we weer open gingen. Mm-hmm. En daar is fantastisch qua netwerk en support. Mm-hmm. Maar het neemt niet weg dat je gewoon keihard dicht bent. Dus je kan niet meer groeien. Ja. En je hebt de vaste kosten gaan door. Je hebt je mensen in dienst. Zelfs als je de helft krijgt, dat is natuurlijk, dat zijn dalingen die je normaal niet. Dan schiet je zwaar in het rood. Ja. Dus ja, wat dat betreft is een crisis wat ze zeggen. Je leert pas ondernemen als het crisis is. Dat hebben wij wel geproefd deze keer. En wat voor lessen heb je geleerd? Nou, toch hoe belangrijk het is om heel goed te communiceren. Dat is met je eigen team begint dat natuurlijk. En ook met je klanten. Hmm. En wat ik wel heel positief verrast door ben, is de mate van eigenlijk steun en de natuurlijke neiging tot willen helpen. Hmm. Die denk ik toch in de mens ergens zit. En die is wel door die crisis in iedereen aangewakkerd. Ja.
dat iedereen wel besefte. En ook heel veel klanten die zeiden van, joh, je kan mij gewoon 100% door laten betalen. Dus nou, dat zijn natuurlijk uitzonderingen, maar je wordt soms echt heel positief verrast. Ja. Ja, ik heb het letterlijk zelf gedaan overigens. Hè? Want ik heb een abonnement lopen bij een sportschool. Niet bij jullie, excuus. Maar dat heeft te maken, met het feit dat ik heb een personal trainer, mijn zoon. Die werkt als freelancer bij een studio in Zuidoost. En die hadden inderdaad op een gegeven moment ook een mening van, geloof ik, met twee opties. En de ene was dan stoppen, de andere was 50%. Hè? Ja. Maar de derde optie, die zat er niet tussen. En dat was, jongens, ik support jullie en ik bel gewoon door. Dus die heb ik handmatig dan maar teruggemaild. waarschijnlijk was ik de minderheid. Maar hoeveel procent doet dat dan? Ja, weinig. Dat zijn toch 10%. Nou, jij bent natuurlijk voor je zoon ook een diehard fan. Zo is het. Dus, ja. Maar de meerderheid is bereid tot helpen. Ja, precies. In wat voor vorm dan ook. En dat is wel iets wat we heel erg hebben ervaren de afgelopen tijd. Heb je moeten ingrijpen in de organisatie? Jawel. Nu heb je die NOW-regeling gehad natuurlijk, waardoor je niet mensen direct ontslaat. Maar wij hebben wel heel erg op kosten moeten reduceren. Dus bijvoorbeeld tijdelijke contracten niet gaan verlengen. Marketingkosten, verkoopkosten, daar ga je natuurlijk heel erg in het snijden. Mm-hmm. Alle dingen die je zou kunnen doen, die je uit kan stellen, ga je uitstellen. Eigenlijk, het gaat heel erg in tegen wat je als ondernemer wilt doen. Ja, maar het is ook wel een keer een goede ervaring. En daardoor ga je wel kritisch kijken naar alle kosten. En dan kun je altijd wel met creativiteit weer een hoop bereiken. Want is het zo dat een gedeelte ook op de schouders van de franchisers ligt dan? Ja, kijk, zij hebben natuurlijk de exploitatie voor hun studio. En sommigen hebben de TOX-regeling. Anderen hadden ook met grotere studio's met meerdere medewerkers in dienst. Hebben ook de NOW-regeling. En met de deeldoorbetalingen hebben wij denk ik wel allemaal doorstaan. Mm. Wat voor ons als Fit20 lastig is geweest de afgelopen periode, is dat wij eigenlijk niet onder een branche vallen. Mm. Dus kijk, wij zijn geen sportschool. Jij zegt, jouw zoon heeft een sportschool. Normaal stel je bij een sportschool iets voor. Een groot gebouw met een grote zaal of zalen. Met groepslessen, spinning rooms en krachtronk, et cetera. Maar een Fit20 studio is 70 vierkante meter. Dus wij zijn geen sportschool. Wij doen geen groepslessen. Wij doen geen grote activiteiten. Het is allemaal onder persoonlijke begeleiding. En eigenlijk zitten wij meer in de preventieve gezondheidshoek. Maar daar is geen categorie voor. En daar zijn we dus ook keihard tegenaan gelopen. En op het moment dat je dat in een crisis beseft, ben je dus te laat. Ja. Dus we hebben nog van alles geprobeerd met VWS om uit te leggen dat wij op een gegeven moment, toen we weer uit de eerste paniekfase kwamen, en de kappers weer open konden, en de masseurs en de tattoo shops en de rijscholen, ja, dan denk je, wij dan ook. Ja. En dat hebben we dus ook maar gedaan. Want toen kon het eigenlijk wel weer. Maar goed, dan krijg je weer de discussie vanaf dat moment van, ja, je bent een sportschool. Mm-hmm. Nee, we zijn geen sportschool. Maar je doet aan binnensporten. Nou, dan ga je de definitie opzoeken. Dat is zaalvoetbal, basketballen, volleyballen. Nou, dat kun je allemaal niet bij ons doen. Nee. Maar goed, dan ga je allerlei discussies krijgen. Dat kost je heel veel tijd en energie. Dus jullie zijn inmiddels alweer open? Wij zijn met een aantal open, maar ook weer die gesloten moesten worden. Dus dat is allemaal vervelend. Ik zou je niet meer lastig vallen, maar wij willen wel graag. En als er iemand luistert van economische zaken, dan wil ik daar wel graag, willen we mee in gesprek gaan. Van, ik kan niet onder een branche vallen, want wij zijn niet echt een fitnesscentrum. En ik word ook niet gezien als een kapsalon. Dat ben ik ook niet. Ik ben ook geen rijschool, dus ik val nergens onder met Fit20. Maar we hebben wel 130 vestigingen, dus dat is best wel wat. Maar het is geen branche. Dus wij moeten nu zorgen dat wij onze dienst wat beter, eigenlijk zoals fysiotherapeuten, contactberoepen, masseurs, dat we daaronder gaan vallen. Ja. Dus daar ligt nog wel werk voor ons in de toekomst. Ja, ja, precies. Hey, in het begin noemde jij de term storm in een glas water. Er zijn verschillende meningen over wat er ons allemaal gebeurt. Wat is jouw mening? Ja, kijk, het blijft dramatisch als je zelf in je omgeving iemand aan corona of ziet overlijden of natuurlijk ziet heel ziek ziet zijn. Maar we hebben het nu wel over 6.000 mensen onder een bevolking van 17 miljoen. Als je dus, en je gaat nog eens even inzoomen op wie zijn dat dan? Dan zijn de meeste 80 plus.
daarvoor is wel de economie van een land nu al 3,5 maand tot stilstand gebracht. Ja. Dan is dat nou iets waarmee de hele maatschappij natuurlijk heel zwaar raakt. En ja, het is natuurlijk razend moeilijk, zeker als een eerste keer. Hoe doe je het echt slim? Ja. Om zowel het persoonlijke als maatschappelijke welzijn te beschermen. Ik ken ook mensen die bijvoorbeeld een gehandicapt dochtertje hebben, die dan in een instelling zat en nu niet. En de soort ontregeling en de toestanden in verpleeghuizen zijn natuurlijk ook dramatisch geweest. Dus er is een hele zware prijs betaald door heel veel mensen. Die misschien slimmer had gekund. Maar goed, het is altijd natuurlijk na de hand makkelijker een mening te vormen over iets. Maar ik hoop wel dat de data ons gaan helpen naar de toekomst toe. Want ja, je hoopt niet dat de economie nog een keer zo'n klap moet gaan krijgen. Nee, ik las vandaag dat op dit moment het aantal zelfdodingen in Nederland is groter dan het aantal mensen dat overlijdt. Dus weet je, het is inderdaad een beetje appelsperen als het gaat. Dus wat, stel nou, je mag Rutte opvolgen. Ik weet niet of je die ambitie hebt, ik vrees van niet. Maar oké, nee. je moet het. Ja. Wat zou je beleid zijn voor het komende anderhalf jaar? Als het gaat om ondernemers. Ja, ik denk dat je de ondernemers echt moet helpen. En dat je, wat ik net noemde van dat vertrouwen. Ik vind ook dat de overheid vertrouwen moet hebben in alle ondernemers in Nederland. Hm. En ik vind, als ik nu ook kijk hoe de NOW-regeling en ook bijvoorbeeld nu de belastinguitstel. Dat is hartstikke mooi. En nu zien ze ook wel, als bijvoorbeeld eind augustus of eind oktober alle bedrijven in één keer alle belastingen moeten betalen. Dan gaan er alsnog heel veel bedrijven op. Ja. Dus er moet een gefaseerde betalingsregeling komen. En dan zegt ze weer van, ja, dan moeten we misschien branchespecifiek en binnen de branche nog specifieker gaan kijken. Hoeveel tijd en energie gaat dat kosten? Mm-hmm. Zeg nu gewoon, ieder ondernemer krijgt tot eind volgend jaar de gelegenheid om de opgelopen belastingafstand in te lopen. En dan zijn we eind 2021 allemaal met een schone lei. Ja. Denk dan even simpel. En ik denk toch dat er een soort wantrouwen bij de overheid is richting ondernemers. Terwijl ik denk de MKB-ondernemers, dat weet iedereen, draagt voor minstens 80% van de Nederlandse economie bij. Ja. Dus help die dan ook echt. En ga dan niet met allerlei kleine lettertjes frustreren. Hm. Ik weet dat eigenlijk mijn snelst groeiende franchise-nemers, die zijn met de NOW-regeling het hardst getroffen. Hm. Dat hoor je van veel mensen. Dat eigenlijk dus in essentie gezonde bedrijven, ja, konden juist geen aanspraak maken. En dan zie je dat grote multinationals wel miljarden krijgen. En de MKB, daar wordt weer beknabbeld op iedere euro. Hm. Dus er wordt op allerlei manieren de afgelopen maanden met twee maten gemeten. En als ik het voor het zeggen had, dan kwam er één maat. En die was simpel, overzichtelijk en gericht op maar één ding. En dat is dat de economie moet weer aan. En dus dat zou ik voorstaan. En dan zou ik ook veel meer, als er een virusgolf, ik vind de overheid veel te veel door angst geregeerd. Ook het angst voor het virus. En het helemaal vertrouwen op het vaccin vind ik ook weer, ja, dan ga je weer iets van buiten. Een menselijk lichaam heeft een immuunsysteem. Hmm. Dat ons al miljoenen jaren in staat stelt virussen en bacteriën te overleven. Je moet alles doen wat je kunt, preventief, om te zorgen dat de meeste mensen het aankunnen. En daar waar mensen verzwakt zijn door een onderliggende conditie, beschermen en helpen. Dus ik denk dat dat intelligenter kan dan wat gebeurd is. Waaronder met gewoon goed lid te worden van Fit20. En ik bedoel, ik zeg dat is grapje, maar het is natuurlijk wel waar. Dat, ik ben het met je eens dat gewoon gezond leven en gezond eten en niet te veel stress en niet te veel zuipen en gewoon goed sporten. En dat natuurlijk ook gewoon weerbaar maakt. Kijk, één ding. Ik voel mezelf niet een fitnesscentrum, maar ik voel wel mee met de fitnessbranche hoe die behandeld zijn. Ik vind dat echt droevig. Dat heel veel branches voorrang krijgen. En de laatste branche waar je een beetje weer terecht kan, is waar je kan werken aan je gezondheid. Ja. Hoe leg je dat uit? Hm. En dan nog steeds geen duidelijke uitspraken van het RIVM daarover is gewoon jammer. Want ineens wordt gesuggereerd dat je in een fitnesscentrum of een sportschool enorm risico gaat lopen op je gezondheid. Ik denk dat de meeste fitnessondernemers in Nederland professioneel werken met goede ventilatie, et cetera. Waarbij je verantwoord ook kan sporten, als dat is wat je wil. Om juist te zorgen dat je de kracht van je lichaam op peil houdt. En
Ja, dat is jammer dat dat een beetje een onderaan geschoven branche lijkt te zijn. En we hopen dat die dus 1 juli weer open kan. En dat we dan weer bezig kunnen zijn mensen helpen gezond te blijven. Ja, gewoon inrichten als een vliegtuigcabine, Walter. Ja, dan kan die helemaal vol. Ja. Nou, luister eens, tot slot, hè, Walter. Ben jij dingen constructief? Zijn er dingen constructief veranderd voor jouw onderneming naar de toekomst toe door dit voorval? Ja. Ja, dus wij hebben ook weer een nieuw businessplan. En Fit20 is dus een concept dat heel weinig meters vraagt. En de noodzaak voor bedrijven om gezonde, fitte medewerkers te hebben, die is heel groot. Mm-hmm. Dus wat wij nu ontwikkeld hebben is Fit20 MKB. Dus al heb je een MKB-bedrijf met meer dan 50 medewerkers en je hebt wat ruimte over, dan kunnen wij zorgen vanuit Fit20 dat je bedrijf allemaal fit en gezonde medewerkers heeft. En er zit een verdienmodel in voor de ondernemer. Oh, leg even kort uit. Nou, het is heel simpel. Want ja, je weet het, Fit20 heeft maar zeg maar in een MKB-bedrijf 60 vierkante meter nodig. Ja. Stel dat je die ruimte over hebt die je nu niet gebruikt. Zeker nu wat meer medewerkers van huis blijven werken. Ja. Dan zou je daar een Fit20-studio in kunnen plaatsen. Dan kunnen al je medewerkers daar 1 keer in de week 20 minuten trainen. Dat is beter dan buiten een sigaretje roken. Ja. En daarnaast, als de studio niet benut wordt door je medewerkers, kan die worden opengesteld voor algemeen publiek of andere bedrijven op het terrein in de buurt. En voor iedereen die daar komt sporten, gaat een tientje naar die MKB-ondernemer. Dus dat is een investering die rendeert beter dan op zonnepanelen. En want ze moeten de studio wel zelf financieren? Ja, dan investeer je zelf even in die ruimte. Kost dat? Wat kost dat? Oh, alles bij elkaar onder de 40.000 euro. En dat kan ook in een leasingconstructie worden gegoten over 5 jaar. Okay. En dan is er eigenlijk hele lage kapitaalbehoefte upfront nodig. En de ondernemer, de MKB-ondernemer, wordt helemaal ontzorgd. Dus die hoeft nergens naar om te kijken. Wij zetten er iemand in. Ah. Die plant alles, regelt alles en die zorgt ook nog eens een keer dat die tent wordt volgetrokken. Maar omdat je daar ondernemer bent zelf, heb je vast wel heel veel bevriende ondernemers. Ja. Dan kun je daar ook weer de mensen van naartoe sturen en daar ga je een tientje per maand op mee verdienen. En ze komen bij je op bezoek in het bedrijf ook? Ja. Ook super. Wat een leuk idee. Ja, dus wij hopen heel veel MKB-bedrijven die nu ook weer beseffen van, goh, ik moet echt mijn personeel fit en gezond houden. Dat we die kunnen enthousiasmeren om eens een keer met ons te gaan praten. Nou, de oproep is bij deze gedaan, Walter. We gaan hem online gooien, dit gesprek. Eens even kijken of de MKB'ers geïnteresseerd zijn. Mag ik je danken voor het bijpraten? Ik vond het leuk je weer gesproken te hebben. Wederzijds, Ronnie. Hartstikke bedankt. Succes met alles. Hoi, hoi. Hoi.